Hoi allemaal, welkom bij mijn TV. Ik ben Gerrianne Wessels en vandaag neem ik jullie kort mee hoe onze eilanden werken. Zoals je ziet hebben we avontuur op eiland, toegewezen taken, trainingszone en arena. Mijn TV is beschikbaar voor het primair onderwijs en al onze eilanden zijn ook dus beschikbaar voor groep 1 tot en met groep 8. Nou, laten we starten met Avontureneiland. Avontureneiland is ons meest adaptieve eiland. Ieder kind werkt daar op zijn of haar eigen niveau. De kinderen van groep 4 tot en met 8, voordat zij gaan starten met Avontureneiland, starten met een instaptoets. Dat zijn vragen die duurt in totaal ongeveer 20 minuten. En dat is eigenlijk een nulmeting om te kijken wat ze makkelijk en wat ze moeilijk vinden. En aan de hand daarvan maakt het programma dus opdrachten, zet hij voor ze klaar. Hebben ze die gemaakt, komen ze dus op Avontureneiland terecht. We hebben allemaal mooie opdrachten voor ze klaargezet, waarop ze kunnen oefenen, dus op hun eigen niveau. Hierin komen alle domeinen aan bod wat zij moeten kunnen en kennen. Dan hebben we het toegewezen takeneiland. Een toegewezen takeneiland is ons huiswerkeiland. Aan de hand van de SLO-leerlijnen of aan de hand van de onderwerpen in Mativic kun je dus opdracht voor ze klaarzetten. Dus ben je bezig met een onderwerp zoals delen of vermenigvuldigen, zet hier opdracht voor ze klaar. Dit kan zowel als huiswerk, schoolwerk, als oude taken. Huiswerk betekent dat ze dan eventueel thuis ook mee aan de slag kunnen gaan. En schoolwerk is dat ze dat ter extra ondersteuning naast de rekenmethode, dat ze hier nog mee aan de slag kunnen gaan. En oude taken, je kunt eventueel ouders toewijzen dat zij ook opdrachten voor de leerlingen kunnen klaarzetten. Dit is lang niet zo uitgebreid als wat jij als leerkracht kan doen, maar je kunt eventueel dat een ouder een domein voor een leerling klaarzet. En dan hebben we nog trainingszone. Een trainingszone staat standaard ingesteld op het groepsniveau. Hierin komen ook weer alle domeinen naar voren van de leerlingen wat ze moeten kunnen. Dit is op niveau, dus dit is in mijn groepsniveau. Als ik dan makkelijker ga, ga ik een leerjaar lager. Ga ik omhoog, ga ik een leerjaar hoger. Hier krijgen ze dus allerlei opdrachten. Nou ja, naast meten, tafels, vermenigvuldigen, veld, hebben we ook problemen oplossen. En dat zijn erg de breinkrakers. Waar misschien plusklasleerlingen eventueel mee aan de slag kunnen gaan. Maar ook leerlingen die in een groepje mee aan de slag kunnen gaan. Het zijn echt leuke raadsels. Strategische opdrachten. Kinderen vinden dit echt geweldig. Dan hebben we nog Arena. En Arena is een speleiland. Kinderen kunnen snel een wedstrijdje doen. Dat zijn tegen computers. Een wedstrijd aanmaken. Hiermee dagen ze dus leerlingen uit hun klas uit of deelnemen uit de wedstrijd aan een wedstrijd waar ze worden uitgedaagd door een andere leerling. Ze kunnen dus dan hierop klikken en deelnemen met de code die dan een andere leerling boven in beeld heeft staan. Dus even kort uitgelegd: Avontureneiland, ons meest adaptieve eiland. Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau. Toegewezen takeneiland, zet hier opdrachten klaar voor ter ondersteuning, hiaten eruit halen, ter extra verduidelijking van een onderwerp waar je mee bezig bent. Zet dat gerust in toegewezen takeneiland. En trainingszone, een extra oefeneiland waar kinderen op zijn of haar niveau, groepsniveau aan de slag kan gaan, maar ook uit andere leerjaren kan kiezen. En dan hebben we Arena. En Arena is ons speleiland waarin ze kunnen spelen tegen computers, kunnen andere kinderen kunnen uitdagen of worden uitgedaagd door een leerling. Dit zijn eigenlijk hoe de eilanden werken. Mocht je alsnog meer vragen hierover hebben, mail ons gerust op netherlands@matific.com en wie weet spreek ik je graag.